Kom rustig liggen, zitten voor deze fijne yogales in de laatste week van het jaar. Een les waarbij je mag achterlaten wat je achter je wil laten. Dat je mag omarmen wat je wil omarmen en mee kunt nemen wat je mee wil nemen. Begin met een windmeditatie. En ik eindig met een meditatie over zelfliefde. Geniet maar van deze. Kom zo rustig bij jezelf liggen en volg maar jouw ademhaling. En voel zo je lichaam heel bewust dat contact maakt met de grond onder je. En word je heel bewust dat je hier ligt, in de ruimte waarin je ligt. Word je bewust van jouw lichaam op de grond. En volg je adem zo rustig in. Als een stroom van lichtdeeltjes dat je lichaam ingaan. En volg hem ook weer uit. Volg die rustige inademing en die rustige uitademing. En breng dan zo jouw rustige aandacht naar je voeten. Voel je tenen. Voel de zolen van je voeten. Voel de bovenkant van je voeten. Voel de hielen. Voel de enkels, voel je kuiten, je scheenbenen, voel je knieën, je knieholtes, voel je bovenbeen, je onderbeen, voel zo je zitvlak, je heupen, voel zo je buik. En ervaar de ademhaling die daar zo in en uit gaat. En zo ga je verder. Ga maar naar je stuit en voel zo je ruggengraat naar boven. Word je heel bewust van je ruggengraat. Voel je onderrug, je middenrug, je bovenrug en sta jezelf toe deze helemaal te ontspannen. Voel zo ook je borst, je schouders. En ga zo met je aandacht naar je handen. Voel je vingers van je handen. Voel je handpalmen. Rug van je hand. Voel zo je beide polsen. Je onderarmen.
je ellebogen, je bovenarmen, je schouders, je nek en voel je hoofd en ontspan je gezicht. Voel je hele lichaam en ontspan jezelf op elke uitademing steeds een beetje meer. En stel je maar voor dat je heel warm bent. Warm en zwaar. En je ligt hier op je mat. Je lichaam ontspannen, rustig en kalm. Breng zo de aandacht rustig naar je hart. Misschien wil je je handen op je hart leggen. En voel de liefde die je jezelf kunt geven door je handen op je hart te leggen. Affirmeer in jezelf: ik hou van mijzelf. Ik hou van mijzelf. Ik hou van mijzelf. Laat het maar resoneren. En terwijl je dat laat resoneren, stel je je voor een grote sneeuwbal. Een grote sneeuwbal. Een kopje warme chocolademelk. Een kopje warme chocolademelk. Een brandend haardvuur. Een brandend haardvuur. Warme wanten aan je handen. Warme wanten aan je handen. Je adem buiten in een koude winterlucht. Je adem als een wolkje in de koude winterlucht. Een kerstboom met gekleurde lichtjes. Lege, kale akkers. Lege, kale akkers. Een wandeling door het bos als het gesneeuwd heeft. Een wandeling in het bos met sneeuw op de bomen. Een grote gekleurde kerstboom. Een grote gekleurde kerstboom. Een heldere winternacht met volle maan. Een heldere winternacht met het licht van de volle maan. Voel de energie van de volle maan. En laat de energie jouw zelfliefde maar bekrachtigen. En laat je zelfliefde vanuit je hart maar door je lichaam stromen. Herhaal voor jezelf: ik hou van mijzelf. Ik hou van mijzelf. Naar welke kust wil jij oversteken, mijn hart? Er is geen reiziger voor je uit. Er is geen weg. Wees sterk en keer in tot je eigen lichaam. Want daar vind je voet vaste grond.
Besef dat goed, mijn hart. Je hoeft niet naar een andere plek. Je hoeft alleen maar naar jezelf. En zo ben jij verbonden met jezelf en je eigen hart. Voel je je lichaam en weet je dat je klaar bent voor een fijne les. Maak je lichaam heel rustig en aandachtig maar wakker door je tenen te bewegen, je vingers, je handen, je voeten en zo heel rustig weer helemaal hier en nu te komen. Dan wil ik je vragen om rustig te komen zitten. In een kleermaker zit of in een halve lotus of voor wat voor jou goed voelt. En adem je heel rustig in langs die rechter rug van je staart tot aan het puntje van je nek. En adem je rustig in omhoog. En op een uitademing breng je de kin naar de borst. Voel zo de strekking van je nek. En adem je rustig in, breng je hoofd in het midden. En op een uitademing duw je je kin zachtjes omhoog en voel je zo de strekking in je hals. En adem je rustig in, breng je hoofd in het midden. En draai dan je hoofd naar rechts. Adem je rustig in, breng je hoofd in het midden en draai je hoofd zachtjes naar links. En adem je rustig in, breng je hoofd weer in het midden. Breng je rechteroor naar je rechter schouder en voel zo de strekking in de linkerkant van je hals en nek. Adem rustig in, breng je hoofd in het midden en breng dan je linkeroor naar je linkerschouder. Voel dan de strekking aan de rechterzijde. Adem rustig in, kom in het midden. Breng de aandacht naar je schouders. Adem in, breng je schouders maar op. En adem uit, laat ze rustig weer neer. Adem in, op. Adem uit, neer. Adem in, op. En uit, neer. Laatste keer in, op. En uit, laat je zachtjes je schouders weer neer.
Rol dan even die schouders naar achteren. En rol de schouders weer naar voren. En voel zo de ontspanning die er in je schouders ontstaat. Adem je rustig in, breng je armen op een inademing, dan omhoog. En rek jezelf even uit. Merk dat je je pervels wat ruimte geeft. En adem je rustig in. En op een uitademing beweeg je je armen naar rechts. Adem je rustig in het midden. En op een uitademing beweeg je je armen naar links. Inademend weer in het midden. Breng je handen bij elkaar. En breng ze dan zachtjes voor je borst in namaste. En adem je rustig in. En op een uitademing draai je in je bovenrug naar rechts. Adem zo rustig door. En adem je rustig in naar het midden. En adem dan in die bovenrug uit naar links. Adem rustig in naar het midden. Breng je armen nog even bij elkaar en breng ze omhoog. Voel dan die strekking naar de onderkant en achterkant van je armen en je schouders. Adem rustig in en op een uitademing breng je ze weer langzaam naar beneden. Leg ze in je schoot. En dan breng je jezelf, als je op een kussen zit, op de mat. Je brengt je voeten opzij en je duwt jezelf op je knieën. En zet dan zo die tenen even in de mat en strek zo die voetzolen er even lekker uit. Breng je handen voor je knieën en duw jezelf dan in flexie. Je handen houden de mat vast, je strekt je benen. En je voelt zo de strekking aan de achterzijde van je benen. Wees je bewust van die strekking, voelen maar, doorvoelen maar. En adem je rustig in, breng je handen op je scheenbenen. Maak een rechte rug, kijk even naar voren, adem door die rechte rug. En adem je rustig in en je komt langzaam wervel voor wervel omhoog. Stapel je wervels langzaam op elkaar. En kom dan zo rustig staan. En zoals op tijd beginnen we de staande yoga houdingen met de berg. Dus breng zo je voeten in een kleine vierkant. Het is je eigen energetische houding, zeg ik al. We zetten hem in kleine vierkant. En verdeel je gewicht goed over je voeten. Misschien wil je nog even over je voeten rollen om goed te voelen wat het midden van je voet is en het gewicht op beide voeten. En zo verdeel je je gewicht. En dan leg je je blik op een vast punt voor je of in het verlengde van je. En adem je rustig in. Span die knieschijven aan. Je onderlichaam is aangespannen. Je bovenlichaam is ontspannen. Hou je benen aangespannen en je bovenlichaam ontspannen. Blijf je focussen op die vaste plek voor je. Breng de aandacht dan naar je voeten, adem in en laat alles via je voeten maar zo de grond in.
Naar voren zo, hoe het voelt bij jezelf. Nu ben je geaard en klaar voor een fijne yogales. We beginnen vandaag met de halve maan serie. Dus zet je voeten maar ietsjes uit elkaar, niet zo heel erg ver. Dan adem je rustig in, breng je armen naar omhoog en stengel je duimen in je handpalmen tegen elkaar aan. En adem dan volledig in, van onder in de buik tot boven in die longtoppen en maak jezelf maar lang. Adem je rustig en normaal in. En op een uitademing buig je naar rechts. En maak zo een mooie halve maan van je lichaam. Voel die strekking van je heup tot aan het puntje van je vinger. Hou je schouders recht. Probeer je armen bij je oren te houden. Je knieën zijn licht gebogen. Je heup die duwt mee uit. En adem je rustig in, dan kom je weer in het midden. En op een uitademing buig je naar de andere kant. Maak nu een mooie halve maan van de andere kant van je lichaam. En adem je rustig in en dan breng je jezelf weer in het. Adem rustig in, duw dan je bekken naar voren, je lichaam naar achteren, kijk mee omhoog. En je voelt vanzelf wel tot hoe ver je kunt gaan. En kom zo in die mooie halve maan. Adem in die strekking van de voorkant van je lichaam. En adem je rustig in en breng je jezelf weer terug. Adem weer volledig in, van onder in de buik tot boven in je longtoppen. En op een uitademing laat je langzaam die armen weer zakken. Rol dan zo even lekker met die schouders. Die armen. En de volgende oefening is een balansoefening. En ik vind het wel fijn om de flamingo te doen. Dus breng je gewicht op je linkervoet. En balansoefeningen zijn altijd goed voor je evenwicht en voor je eigen balans. Dus focus je op een vast punt voor je. Adem in en breng je rechterbeen omhoog, je rechterknie omhoog. En laat hem zo omhoog zijn. En als je balans gevonden hebt, breng je je armen ook omhoog. De handpalmen tegen elkaar aan. En focus zo in deze flamingo. Adem rustig in, breng je benen weer langzaam naar beneden. Breng hem niet op de grond, maar over de grond heen. En kijk of je jezelf dan rustig wat naar voren kunt buigen. Focus is hierbij belangrijk. Dan kom je weer zo rustig naar voren in die flamingo. Je voelt je kuit, je scheenbeen, je achillesbeen, je enkel en je standbeen. Je ademt rustig in, breng je voet weer naast de andere voet en maak zo je armen rustig. Je voelt zo maar na en kijk of er verschil voelt zo tussen rechts en links.
Breng nu je gewicht op je rechtervoet. Focus weer op een vast punt voor je. En breng je linkerbeen omhoog. Als je balans gevonden hebt, breng je je armen rustig omhoog. Adem rustig en aandachtig door in je rechterlichaam. Je knieën zo hoog mogelijk. En adem je rustig in. Je brengt langzaam je benen naar beneden. Niet op de grond, maar je brengt hem naar achter. Je strekt je een klein beetje uit. En adem je rustig in. En breng dan zo je been weer naar voren. Die niet van in wil. En adem je rustig in en zet je voetje naast de ander. Adem rustig in, strek jezelf uit. En op een uitademing laat je armen. Op je beide voeten. Vandaag doen we als onze kracht bijzetten, zeg maar voor de goede voornemens of juist een wat je achter je wilt laten en waar je naartoe wil met een goddelijke held. En dat doen we met de goddelijke held. Dus maak een grote spreidstand en zorg dat je grip hebt op je mat. Dus wellicht moet je even je sokken uitdoen zodat je blote voeten hebt op de handen van je mat. Ik weet niet hoe jullie thuis het hebben, maar zorg er in ieder geval voor dat je een grote spreidstand maakt en grippen. Je voeten zijn in één lijn met elkaar, Jacob, één lijn bij elkaar. Je ademt rustig in en je brengt je armen op schouder hoog. Je maakt jezelf wijd, je borst is naar voren, je rug is weg, je schouders laag, je knieën zijn heel licht gebogen. Dan adem je rustig in, je draait je rechtervoet een kwartslag in. Kijk over je rechterhand en over je middelvinger heen. En adem je rustig in. En op een uitademing zak je met je centrum naar beneden. Zorg ervoor dat die voorste knie boven de enkel komt. En dat die lekker naar buiten wijst. Je achterste arm blijft in één lijn met je schouder. En je blijft focussen op je middelvinger, over je middelvinger. Dat is waar je naartoe gaat. Dat is 2021. En adem je rustig in. Breng dan je achterste arm op je achterste been. Kijk in je voorste handpalmen. Breng hem maar terug. En overdenk is 2020. En wat wil je omarmen en meenemen? Wat wil je achter je laten? Wat wil je omarmen? Wat wil je overdenken? Breng dan heel rustig en aandachtig je voorste arm, je voorste knie, je achterste arm over je heen. Kijk onder je oksel door en kijk naar dat wat je achter je wil laten. En laat het maar zo achter je. Je hoeft er niets mee te doen. Adem je rustig in, breng jezelf weer in die goddelijke held. In 2021 in het vizier. Adem je rustig in, laat zo dan langzaam je lichaam weer omhoog komen. Draai je rustig goed in. En op een uitademing, laat je langzaam die armen naar beneden. Laat je benen nog wel even staan, die kunnen wel wat hebben. Schouders even ontspannen, voordat we naar de andere kant gaan.
En adem je weer in en breng je arm op schouderhoogte. Draai je linkervoet nu een kwartslag. Draai je lichaam wat mee in. Adem rustig in en kom met je centrum naar beneden. Denk weer aan die voorste knie. Denk aan je armen. Focus over je middelvinger heen. En adem je rustig in. Breng je achterste arm op het achterste been. Kijk in je voorste handpalmen. Breng hem maar over jezelf heen. En kijk wat jij wil omarmen. Wat wil je omarmen van jezelf? Wat mag er helemaal zijn? En neem je mee. En adem je rustig in en je brengt je voorste arm op je voorste knie. Je achterste arm zo over je heen. Kijk onder je oksel door naar achteren. En wat wil je achter je laten? Neem je niet mee. En dat is oké. Adem je rustig in, breng je armen weer op schouderhoogte, zak weer in die goddelijke held. Focus je op 2021. Wie wil jij zijn? En adem je rustig in, kom langzaam weer met je benen omhoog. Draai je voet weer in. Laat je armen rustig zijn. Even lekker die schouders. En breng dan heel rustig die voeten wat naar elkaar toe. En zo'n goddelijke held kost veel energie, maar geeft ook veel energie. Is heel goed om je wilskracht, je vastberadenheid te versterken. En zeker met het nieuwe jaar en het vooruitzicht. Maar donderdag is het volle maan. En dus de energie is heel sterk. Dus kijk wat je zo aan het eind van het jaar dus wil loslaten. Maar ook juist wil meenemen. En richt daar al je energie. En kom dan naar het begin van de mat. En zet je voeten zo stevig neer. Een kleine spreidstand voor de neerwaartse hoek. Je brengt zo je handen over je benen en zet ze voor je voeten neer en loop dan met je handen iets voorbij je schouder. En breng je gewicht dan op je handen. Je tenen, je voeten komen automatisch wat op je tenen. Dan adem je rustig in. En op een uitademing breng je je hoofd richting die gebogen knieën. Je duwt die hakken naar de grond. Je doet je stapeltje uit, je zet je navel in. En zo kom je in die neerwaartse hoek. Breng je rechterbeen omhoog. En breng zo je rechterknie maar naar die linker elleboog, zo schuin. Voel die schouderbuikspier, voel je rond, die moet werken. Alles wordt in werking gesteld. Adem rustig in, zet je voet weer terug. Duw jezelf eerst weer in de neerwaartse hoek. Breng dan je linkervoet omhoog. Breng je linkerknie naar je rechter elleboog. Laat weer heel je romp, je koor werken. Adem in, zet hem weer neer. Duw jezelf weer in die neerwaartse hond. En adem je rustig in, breng je gewicht weer terug naar je handen. Zet je knieën maar neer, leg je voeten neer. En duw jezelf dan zo in die gebedshouding.
Leg je armen lekker uit. Leg je voorhoofd voor je knieën op de grond. En kijk of je zo helemaal in jezelf kunt keren. En kijk wat je nodig hebt. En kijk naar wat je niet nodig hebt, wat je niet langer dient. Adem dat rustig uit. Adem dan rustig in en breng dan je handen naar je voeten toe. En pak je hak naar beneden. Dan leg je je kruin op de grond. Je tilt je billen iets op, zodat je je hoofd goed op de grond kunt brengen. Zodat je hoofd bij je voeten. Dan adem je rustig in en duw dan die billen nog wat verder omhoog. Zodat jij je bovenrug helemaal uitduwt. Voel het maar. Ervaar het maar. Adem de weerstand die je voelt maar rustig uit. Dan adem je rustig in en breng je jezelf langzaam omhoog. Breng dan je voeten opzij. Kom zitten en strek zo je benen naar voren. En duw dan zo je hakken maar uit, die tenen naar je toe. Ik wil met jullie naar de hoofdkniebuiging. Dus pak je rechter enkel en zet die maar tegen je linkerbeen. Breng je handen aan de zijkant van het gestrekte been. Hou eerst lengte in de borst door naar voren te kijken. Dus je ademt rustig in en je brengt jezelf rustig naar voren. Laat je lichaam even wennen aan die intense strekking aan de achterkant van het linkerbeen. Dan adem je rustig in en op een uitademing laat je je zachtjes verder zakken met je hoofd richting de knie. En op elke uitademing laat je de adem zijn werk doen door op elke uitademing die weerstand los te laten. En op die uitademing nog een stukje dieper te zakken. Lukt dat niet, dan breng je gewoon alleen die adem intens in die oefening. Merk dat je aan de linkerkant van je buik geen ruimte hebt. En dat de adem zich wel een weg vindt in jouw lichaam. Adem je rustig in en dan breng je langzaam je handen weer omhoog. Leg je rug. En strek zo je benen uit. En dan doen we de oefening andersom. Pak je linker enkel en zet die tegen je rechterbeen. Leg je handen zo aan de zijkant van het gestrekte been. Hou eerst nog lengte in de borst door naar voren te kijken. Je ademt in.
Kom rustig naar voren, kijk naar voren en laat je been maar rustig wennen. Laat je lichaam rustig wennen. Adem je rustig in en op een uitademing laat je je hoofd rustig zakken liggen. En laat de adem nu de werk doen. Adem rustig in en laat die weerstand op die uitademing los en zak dieper in de houding. Of intensiveer de ademhaling gewoon. Kijk wat op dit moment bij jouw lichaam past om te doen. En adem je rustig in en je brengt jezelf langzaam omhoog. Strek je benen en schud even uit. Strek dan je benen naar voren, maar zover dat je in ieder geval genoeg mat achter je als je gaat liggen. En adem je rustig in, breng je kin maar op de borst en laat jezelf rustig zakken. De volgende oefening is de embryo, waarbij we lekker ineengedoken bij onszelf kunnen zijn. Dus je brengt de voeten op de plaats van de knieën. Je duwt even zo die onderrug goed in de mat. En breng je de knieën naar je toe en omarm ze maar. Je linkerhand houdt de rechterknie of de rechterknie vast. Je rechterhand komt op de linkerhand. Je ademt rustig in en je draait jezelf naar links totdat je elleboog de grond raakt en laat je je zachtjes op de grond komen. Dan leg je je hoofd op de bovenarm van je linkerarm neer en maak jezelf maar helemaal klein. Die linkerhand heeft nog steeds die rechte knie vast. Je rechterhand ligt er nog steeds op. Maar jij bent helemaal klein in je eigen veilige ruimte. En adem je rustig in en breng dan je hoofd op de mat. Je bovenste hand, je rechterhand. Dan leg je voor je ogen neer met de rug van de hand op de grond. Je ademt rustig in. En op een uitademing draai je hem zo met een halve cirkel boven je hoofd over de grond naar buiten. Zodat je merkt dat je niet verder komt. Je knieën hou je op de grond. En dan adem je zo in die draaiing van je lichaam. Kijk of je die schouder op elke uitademing wat richting die mat kunt brengen. Of je wat weerstand liefdevol kunt benaderen. En adem je rustig in en die hand gaat dezelfde weg terug. Je maakt je weer klein. En dan kom je rustig met je hoofd weer op de mat en je draait je weer op je rug. En dan doen we de andere kant.
Je rechterhand is op je linkerknie, je ademt in, je gaat naar rechts zodat je elleboog de grond raakt en je legt jezelf rustig neer. Je hoofd leg je op je bovenarm van je rechterhand die nog steeds die bovenste knie beweegt. Je hebt jezelf helemaal klein gemaakt en je bent veilig in je eigen ruimte. Dan breng je je linkerhand met de rug van de hand op de grond. En draai maar over de grond, een halve cirkel naar buiten. Misschien bemerk je dat deze kant makkelijker gaat of juist moeilijker. Wees er gewoon mild over. Adem zo rustig in die draaiing. Dan adem je rustig in, je brengt langzaam je arm weer terug, je maakt jezelf weer helemaal klein. Adem je rustig in, breng jezelf weer langzaam terug. Strek dan je benen uit, duw je hakken uit, je tenen naar je toe. En kijk of je vanuit deze houding naar die omgekeerde houding kunt komen. Dus je ademt rustig in. Je duwt je benen omhoog. En je legt je handen tegen je heupen aan. En je laat je gewicht terugkomen op je hoofd. En zo sta je in de omgekeerde houding. De moeder van alle oefeningen. Omdat zij voor alles van jouw lichaam zorgt. Al je spieren, weefsel, botten, bloedvaten, organen. Zij ondervinden van deze houding een positieve En adem je rustig in, breng je benen wat naar achteren, je armen achter je lichaam op de grond. En rol dan zo, heel langzaam, wervel voor wervel terug. En ook zo heel langzaam, je benen, is dat te zwaar, zet dan eerst je voeten neer en strek dan uit. Of laat je zo naar beneden komen. En dan doen we nog even die heup op om ons eigen rug te corrigeren. Dus breng de voeten maar op de plaats van de knieën. En breng zo je heupen zo hoog mogelijk. Leg dan eerst die schouderbladen op de mat. En rol dan zo wervel voor wervel af. Voel je hele rug de grond raakt. Leg langzaam je benen uit. Laat je voeten naar buiten vallen. Je handpalmen omhoog. Je kunnen iets in. En voel de les maar na in deze savasana. Jij hoeft alleen maar je gezicht te ontspannen, je adem gewaar te zijn. Alleen maar bewust zijn. Alleen maar de adem.
En dan adem je rustig in en dan kom je in een houding liggen die voor jou goed voelt voor de eindmeditatie. Maak het jezelf comfortabel en gemakkelijk. Zodat je heerlijk kunt genieten. En maak het jezelf vooral comfortabel. Je mag lekker ontspannen na deze heerlijke les. Terwijl je dan zo ontspannen ligt, volg je heel bewust jouw ademhaling. Er is een inademing, er is een uitademing. En jij kijkt. En je laat alles los waar ik, mij of mijn voor sta. Jij hoeft alleen maar te zijn. In een staat van ontspanning. En wat krijg jij de afgelopen dagen gespiegeld als het gaat om zelfliefde? In hoeverre ben jij trouw aan jezelf? En voer je daadwerkelijk uit wat je van plan bent? Waar laat je jezelf in de steek omdat je de ander belangrijker vindt dan jezelf? Omdat je bang bent de ander teleur te stellen en daarom makkelijker jezelf teleurstelt? Sta daar vandaag eens bij stil. Wat raakt de ander in jou? Welk innerlijk kind wordt er in jou geraakt als de ander iets zegt of laat zien? Ik noem een aantal voorbeelden die je wellicht herkent. Het gekwetste kind dat niet gezien is en van zich laat horen. Als je nu ook niet gezien wordt in bijvoorbeeld je relatie, je familie of op je werk. Het kind die zich dan gaat terugtrekken en zich verongelijkt gaat gedragen. Of misschien wel het boze kind dat van zich laat horen. Waardoor er een conflict ontstaat dat je niet als een volwassen persoon kunt oplossen met de ander. Maar je in plaats daarvan gaat mokken en zich terugtrekt. Of je keer op keer boos wordt en het conflict aangaat. Of misschien wel het aangepaste kind dat precies doet wat de ander wil. En zo de harmonie wil bewaren. Harmonie die dan ten koste gaat van zichzelf. En die uiteindelijk ook boosheid of zelfs wrok tot gevolg heeft naar de ander toe. Word je ervan bewust dat je deze innerlijke kinderen in je hebt en dat je in het contact met de ander hierin geraakt wordt. Dat het niet van het nu is,
maar van toen. En dat de ander je onbewust helpt om dit in jou te gaan helen. De ander hoeft jou niet te erkennen. Dat kun je alleen zelf doen. Als je het verlangen bij de ander neerlegt, maak je jezelf heel afhankelijk. En de ander voelt dit vaak. Dat er een behoefte wordt neergelegd. Dat er iets verlangd wordt wat hij of zij niet wil of niet kan geven. Zelfliefde is voor mij dat je al deze kinddelen helen. Dat je ze gaat herkennen en zelf aandacht gaat geven. Als een goede moeder voor ze gaat zorgen. Ze helemaal gaat zien, horen en vooral erkennen. Ook de delen in jou die je minder leuk vindt en liever in de schaduw laat. En ze zo zien, maakt je vrij. Je bent dan namelijk niet meer afhankelijk van de erkenning van de ander om je goed te voelen. En laat je vooral ook raken door de ander in je speelsheid en onbevangenheid. Het kind in jou die zich vrij voelt om te doen wat het wil en zich te laten verwonderen door het leven. Het kind in jou dat nieuwsgierig is. Vraag je af of je de ander een voorbeeld vindt van hoe hij of zij met bepaalde thema's in het leven omgaat. Inspireert diegene je? Of zie je juist dingen die jij niet zou doen? En waarom dan niet? Ga nu met je aandacht naar de ander en ga in zijn of haar schoenen staan. Hoe zou het voor je zijn als jij het ook op die manier zou doen? Wat levert het op? Misschien wijs je mogelijkheden bij voorbaat al af. Of maak juist de manier van de ander dingen in je wakker die jij je nog niet bewust was. Laat het zijn als een spiegel, zodat jij je innerlijke kind kunt helen. Leg je handen op je hart. En voel daar weer die zelfliefde. Ik hou van mezelf. En zeg dat tegen elk innerlijk kind die je tegenkomt. Ook al vind je het nog niet zo leuk. En zo ben jij in liefde voor jezelf, in liefde bij jezelf, in liefde in jezelf, in jouw eigen bron. En in die eigen bron ben je nooit alleen.
En zo ben jij bewust. Dat je in zelfliefde bij jezelf ligt. Op de mat. In de ruimte waarin je nu bent. Word heel bewust van jouw hele lichaam. Voel je hele lichaam. Beweeg zo je vingers, je handen, je tenen, je voeten. En kom zomaar heel rustig zitten. Namaste.